Ik heb het gisteren ook 3 keer gedaan. Ik ben trots op mezelf. Mwah. Kusje. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag. Ja, ja, ja. En dan nog wel 29 maart. En we leven op 11 minuten overheen. Ik ga soms gelijk gauw de hondjes uitlaten. Ja, ja. Die moeten er ook weer uit. Ik heb het gisteren ook 3 keer gedaan. Ik ben trots op mezelf. En dat mag ook wel. Ja, ondanks de pijn. Maar het begint een beetje beter te worden. Ja, ik zo het idee. Maar daar ben ik ook trouwens blij mee. Ja, ik hoop niet dat het vals alarm is. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dan denk je, oh, het gaat over. 2-3 dagen later, ja, dan zit je weer. Maar in ieder geval ook Astrid, die komt straks. En dan wordt er weer gewerkt. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We gaan er gewoon weer voor. Simpel. Ja hoor. Hè? Kandolfi? Ja. Dus ja, het is gewoon weer maandag, gewoon weer een werkdag. Niks bijzonders dan dat. En we proberen ook ondanks dat alles van te genieten. Of niet dan. Ik tenminste wel. Ik weet niet wat jullie er mee doen. Maar ik probeer ervan te genieten. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet ook van alles wat jullie doen. Gaan jullie leuke dingen doen? Of moeten jullie ook aan het werk? Geniet ervan! Want je kunt maar 1 keer in je leven doen. Ja, want je leven duurt maar even. Dat weet je, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet en tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ja, ja. En daar zijn er hier 2 gekken doen. Rijka, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom jij dan maar hoor. Kom maar hoor, schat. Hé, wat doet ze allemaal met jou? Potverdikkie, hè. Wat doet ze met jou? Mwah. Kusje. Mijn grote meid, hè. Is mijn grote meid, hè. Joh. Mwah. Lekker ding. Kom eens, Rijka. Kom eens, Rijka. Kom dan. Nou, dan niet. Rijka is een malle meid. Hé? Rijka is een malle meid. Ja. Rijka is een malle meisje. Kom dan. Kom dan. Hebbest. Zo, en dat met 1 arm. Oh, dat met 1 arm. Ja, zeg maar, ik ben een deugniet. Hé? Ik ben een hele grote kleine deugniet. Of niet dan? Ja nou? Maar ook een lieverd. Ja, het gaat dus redelijk het gaat redelijk weer een beetje goed met me. De ene keer dan schiet het weer even in en dan later even bekomen en dan gaat het weer beter. Het is een beetje op en neer. Maar ik voel me er wel beter bij en ik ga een bakje koffie maken en ik ga een vlog in elkaar zetten en dan zien we het wel weer. Dan moet ik de hondjes denk ik uit gaan laten. Maar ook moet ik naar het kleinste kamertje die men in hun huis hebben. Dus dat ga ik als eerste doen. Maar ik denk, ik heb de hele middag nog niet jullie erbij gepakt. Wel vanochtend, maar na die tijd. Geloof ik niet eens niet meer. Nee, ik heb me niet herinneren. Maar in ieder geval Astrid die is geweest. Mario die kwam terwijl ik pak net mijn mobiel om haar te appen of zeker te bellen. Ik denk ik zal er een bericht geven, weet je. Nou, dat ze niet hoeft te komen, dat ik het zelf al heb gedaan. Staat ze voor de deur. Oké dan, sorry. Maar ik doe het gewoon zelf weer, punt. Ja. Gaat weer, dus dan kan ik het zelf ook weer doen. Het is wel met moeite en pijn. Ik kan links niet corrigeren, dat moet ik rechts doen.
Dus ook met de terugtrekken, als ik ze bij me moet hebben, moet ik rechts doen in plaats van links. Dat doet me nog veel te veel pijn voor om dat te kunnen doen. Maar dat komt toch ook terzijdertijd wel weer goed. Ja, en mijn haar, nou dat zit ook niet goed, maar dat maakt me ook niet uit. Dat moet ik ook weer nodig wassen, want het is wat vet en ik zit bij de computer zit ik zo. Leun ik daarop. Zo lekker leunen. Maar ja, daar komt het door dat je haar dan niet goed zit. Maar ja, lekker belangrijk. Komt wel weer goed. Kan het nog niet echt wassen van mijn hond. Dat wil daar nog niet dan. Maar dat trekt ook wel bij. Zodra dat weer goed is, dan sta ik met mijn kopje onder de douche. Ja. Dan ben ik weer de eerste die, zeker weten. Dus lieve vrienden, ik ga eerst naar het kleine kamertje toe. Dan maak ik een bakje koffie. Dan zet ik een vlog in elkaar. Dan laat ik de hondjes uit. En dan is het onderhand avond. Ja, dan is het onderhand ook alweer zowat GTST-tijd. En dat wil ik wel weer zien. Dus ik zou zeggen, geniet vooral met elkaar en voor elkaar. Wees lief. Groet een ander als je op straat loopt of wat dan ook. Van hallo, mooi weer hè? Heerlijk, genieten hè? Ja, nou dan komt het goed. Ja, zeker. Gewoon je leven weer oppakken mensen. Ja. Geef elkaar een knuffel, dat hebben we allemaal zo nodig. Ja hoor, doe ik ook. Maar oké, ja niet bij een vreemde, maar dan zeg ik wel gedag. Maar je vriendin, je vriend, je partner, je kinderen, je achterkleinkinderen, weet ik van wie. Geef ze een kus, geef ze een knuffel, hebben ze nodig. Geef je oma een knuffel, geef je opa een knuffel, hebben ze nodig. Ja, doe normaal. Het leven is al zo kort, dus doe normaal. Ja, laat de rest maar doen dat, wat we hun willen doen, maar kijk vooruit. Ja, we leven nu en wat er allemaal gebeuren gaat, ja, dat wil je niet weten. Maar het is al erg genoeg wat er te gebeuren staat. Ja, ze willen namelijk dat we ook gechipt gaan worden. Er zijn natuurlijk al mensen die dat hebben, die hebben een chip in hun hand om hun huis af te sluiten of te openen, of hun auto, dus dat is een sleutel. Ja, dan denk ik ook, gaat je hoofd? Om jij te laten chippen omdat je je sleutel vergeet? Ja, dan moet je je sleutel niet vergeten, dan ben je toch dom? Stop die in je jaszak of in je tas. Punt. En je man altijd bij je. Je sleutel vergeten, kom op zeg. En als je met de auto gaat, dan weet je toch dat je sleutel moet pakken, hè? Ja, en dat je weggaat, dan weet je toch dat ook je huissleutels moet pakken en meestal heb je dat allemaal aan één bos. Dus dan heet het toch bij elkaar. Of zie ik dat verkeerd? Maar dat heb je gewoon niet te vergeten. Je vergeet je jas ook niet. Je vergeet ook je bril niet op te zetten als je brildragend bent. Noem maar op, allemaal die... Ja, nou, ik kan er niet bij om je daarvoor te laten chippen. Maar ze zijn er zo achtelijk bezig, die lui. Ze willen je dus straks verplichten te vaccineren. Doe je het niet? Kom je nergens meer in. Kom je niet meer in een bioscoop of weet ik veel wat. Laat je je vaccineren, dan krijg je gelijk die chip erbij in wat jij niet weet. Zo ver gaan die lui door, hè? Stelletje maffia's. Nou, bij mij niet hoor. Nee, ik liever gewoon dood. Simpel. Het hoeft mij allemaal niet dat extreme gedoe. Vroeger, met die films... Zoals naar de Mars toe gaan en weet ik veel, dat je op vakantie naar Mars toe gaat of naar de maan toe gaat. Dat science fiction films. Dat zei ik al, achterlijk gedoe. Dat gebeurt niet in ons leven. Nou, kijk eens waar ze mee bezig zijn. Nog even, hè? Je gaat al op vakantie naar Mars toe. Misschien wij niet, maar die kleinkinderen, diegene die jou opvolgt. Misschien die wel, je weet het niet. Maar dan moeten ze hun allemaal laten vaccineren, et cetera. Ja, dikke Jelle. Nee, want wie weet is die Jelle wel dik. Komt er vroeger uit, sorry. We zeiden altijd dikke Jelle. Dat is gewoon een geintje, maar dat moet kunnen. Gewoon, hè?
Maar oké, okay, dat mijn excuus ervoor. Maar in ieder geval, ik ga eventjes lekker eventjes naar het kleine kamertje toe, dan een bakje koffie en dan ga ik daar aan de gang. Zeggen lieve vrienden, geniet en tot later.